zondag 23 mei, rond 3:50 middags, werd er een zogeheten traumahelikopter, waar gespecialiseerde artsen in zitten, opgeroepen om de ambulance te assisteren op de Schorpioen in Bilthoven. Het gebeurt niet vaak dat er een traumahelikopter landt in een wijk in Bilthoven, en daarom trok het veel bekijks. De hele buurt ging op pad om de helikopter te bewonderen. Onbekend is waarom een traumahelikopter is ingezet.